Gaan we lekker naar het midden daar met die kruisjes ongeveer. Goed in het licht. Iedereen wil jullie zien. En ik wil even terug naar de laatste voorstelling. Waar ik het ongelofelijke genoegen heb mogen beleven. Van die laatste voorstelling, die 20e. En daar mochten we als publiek, en ik denk dat iedereen dat mocht toen hij de voorstelling meegemaakt heeft. Gaan we lekker een beetje bij elkaar, ook een beetje naar links, want de hele zaal wil jullie zien, aan die kant en aan die kant. Dus niet te veel naar de buitenkant, maar wel naar, misschien in het midden, juist. Want we mochten een lijstje invoeren met trefwoorden. Nou heb ik de wijsheid niet in pacht, maar ik weet nog dat ik naar jullie toe kwam in het kompas, na de koffie. En even in het hoekje, toen jullie naar die laatste voorstelling zaten na te praten met z'n allen. En toen zei ik, ja, ik heb ook drie woorden aangekruist. Ik heb aangekruist emotioneel. Ik heb aangekruist confronterend. Ik had en heb aangekruist ontroerend. Juryrapport, behorende bij de Cultuurprijs 2010. De spelersgroep Weg van Mijn Beek heeft een culturele prestatie neergezet waar velen van binnen en buiten de wijk de Valuwe van genoten hebben. In scènes die voor ieder herkenbaar waren, werd het leven van alle dag in een multiculturele wijk geschetst. Op die manier is spelenderwijs een belangrijke bijdrage geleverd aan het revitaliseringsproces. En het zou zo mooi zijn als dit aanleiding zou geven voor nog meer begrip voor de verschillen in de wijk en vooral voor meer inzicht en vooral meer inzicht zou geven op de overeenkomsten tussen de verschillende groepen. Een initiatief dat voor de wijk behouden moet blijven en in andere wijken navolging verdient. En voordat ik tot het besluit kom, wil ik aan die ene man die daar zo verschrikkelijk keurig netjes in het Hollands zei, hoe heet dat proces nou ook alweer? Nog een keer. Revitalisering. Ik bedoel maar. En dus, daarom heeft de jury voorgedragen en heeft het college besloten. College is altijd aan één blok, u zult daar niks van merken, dat is één. Maar in dit geval mag ik zeggen dat de jury unaniem was in zijn beoordeling. De Cultuurprijs Gemeente Kuik in 2010 toe te kennen aan de spelersgroep Weg van Mijn Wijk. Met deze groep werken was echt een heel bijzondere ervaring. En we hebben heel hard gewerkt. We hebben veel van onszelf gegeven. En daarmee willen we eigenlijk een cadeautje geven aan de wijk. En het is geweldig dat dat ook zo is ontvangen. Dat mensen het hebben gewaardeerd en het mooi hebben gevonden. Ja. Dus, ja. Even naar, want jij nam zo met zoveel graagte dit in ontvangst, dat ik ook niet om jou heen kan. Vind jij ervan? Ja, ik ben zo blij met deze overwinning. Ja, ik vind het zo leuk dat we het gewonnen hebben. Ja, oké. Wil ik jou tot slot het woord geven, want ik vond dat jij het straks zo krachtig samenvatte aan het einde van je stuk. Kijk nooit. Ja, dat is het. Dit is het. Ja, meer hoef ik gewoon daar niet aan toe te voegen. Ik wil dit opdragen aan alle Valunezen,
de mensen die in Kerkmond hebben gewoond of daar nog steeds wonen, deze shit is voor jullie. Degene die het initiatief heeft genomen voor dit project, dat is Marius van der Elzen. Waar ik zelf voor werk, Stiptheater uit Utrecht, die ons natuurlijk ook in alles ontzettend heeft gesteund. In het bijzonder Lilian, die ons dan heel erg heeft geholpen. En ja, verder alle vrijwilligers en het publiek en iedereen die is komen kijken en ons zoveel positieve reacties heeft gegeven. En ja, allemaal heel erg bedankt. Alle eer aan de groep, de winnaars van de Kuis Cultuurprijs 2009. 2010 volgend jaar.